En mijn na de wedstrijd, ja, zijn amateurs of zoiets. Dus dan mijn een amateur na de wedstrijd. Dus ik hoop zo snel mogelijk dat hij dat gewoon accepteert in zaart, Niet alleen voor het publiek. Ik denk dat ik net uh, drie, vier weken voor het grote toernooi. Uh, wat, ook, wat ik echt nog steeds op de dag van vandaag nog steeds niet echt heb verwerkt. Heb ik een auto-ongeluk gehad. Oh shit. Ja. En een uh, auto-ongeluk met een dodelijk uh, slachtoffer uiteindelijk. Met alle respect, hij is een, een heel goede vechter. Hij was ook een van mijn voorbeelden in de ring. Ja. Niet buiten de ring. En, uh, maar heeft gewoon te weinig betekend voor de Marokkaanse gemeenschap in Marokko, sowieso. Hoe bedoel je dat? En hoe ik bedoel, kijk, het is niet, het is niet de meerwaarde voor de maatschappij bij ons in Marokko. Uh, hij woont wel daar, maar hij heeft, hij heeft niks betekend voor ons Marokkanen in Marokko zelf. Wij, wij zijn een beetje de rond aan het draaien en op een gegeven moment zei hij: van, ja, Je hebt kanker. Randoliefs Podcast. Real Talk. What up is your boy Fernando, A.K.A. Mr. NandoLeaks. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Real Talk. Keep it hard, keep it banging. De man die ik vandaag in de beelden heb, ik, ik heb die man zeg maar een paar weken geleden voor het eerst ontmoet, face to face, en hij heeft me betoverd. Waarom? Hij heeft de wilskracht van een strijder, hij heeft de hart van een lion. The one and only Jamal bin Sadiq. Thanks man, broskeet Welkom man. Thanks, thank you wel. Gewoon die box man. Um, ik, ik wil met real talk wil ik jou nog beter leren kennen. Ik denk dat het ook tof is dat mensen jou op een andere manier ook gaan belichten van wie jij bent, hoe je bent begonnen. Dus laten we gewoon met een tijdsmachine terug in de tijd gaan. De allereerste keer dat jij in contact kwam met het fenomeen kickboxen. Way back. Uh, pff, ik was een jaar of acht, negen. Ja. Um, ik, ging, ik ging zeg maar naar het Arabisch school en dat soort dingen naar school en, uh, maar toch wel na de school zat ik toch wel nog steeds een paar uurtjes vrij. En uh, toen ging ik al op straat. Heel slecht idee. Ik vond ja. het wel leuk, maar mijn vader vond het minder. Ja. En uh, mijn vader zei op een gegeven moment van... Ik breng je naar de sportschool en uh, ga maar lekker gaan uh, trainen of gaan spelen. Doe maar wat je wilt, maar uh, je blijft niet op straat. En uh, zo is dat we begonnen. Oh, wauw. Dus maar hoe oud was je toen? Uh, rond... Ik denk dat ik toen een jaar of acht, negen was. Echt, okay. echt jong. Je was aan het hangen met boys of je was gewoon het kattekwaad. Ja, gewoon kattekwaad okay. en uh, gewoon, gewoon bij te spelen. Maakt niet uit wat voetballen, spelen, ja. kattekwaad en ja. alles. En je vader wilde gewoon een soort. Die had een beeld van. jij moet gewoon structuur hebben: kickboksen. Ja, ook, maar ook met mijn oudere broers, zeg maar, dat ook al deden en wij waren nog zeg maar, jong, ik, mijn jongere broertje en ietsjes net ouder dan mij, waren zeg maar, net alle drie nog uh, en toen zei mijn vader van alle drie naar de sportschool op. Oh wow. zo is het nou begonnen. En, en wie waren je, je, je voorbeelden zeg maar, qua kickbox? Tegen wie keek je op zeg maar, toen je opgroeide? Qua kickbox ik ik kan me herinneren de eerste keer toen ik naar de sportschool ging en de eerste keer een training heb meegedaan. Uh, toen kwam ik thuis en uh, zag ik op tv mensen als uh, Remi Boniaski, Sim al vechten in, in, uh, in, in Tokio. Dat waren echt zeg maar, mijn voorbeelden toen. Ja. En kreeg je toen ook het gevoel van dit wil ik ook? Had je dat gevoel gelijk? Uh, dat had ik nog niet gelijk. Maar ik dacht wel ik dacht op een gegeven moment van daar wil ik ook wel ooit komen. Maar ik kon het nog niet dromen, want ik dacht gaat het toch nooit gebeuren, gaat het niet lukken. Waarom was je aan het twijfelen? Hè? Omdat ik dacht dat die weg veel te lang was. En, uh, en dat ik... En dat, ik, dat ik er zeg maar echt alles voor me moest over hebben. Ik was toen nog jong en ja, ik, ik had het helemaal niet in mijn hoofd. Ja, en wat deed je nog meer dan? Want je had toen nog niet alles over kickboksen. Ja, toen, toen, toen ging ik nog gewoon naar school. Arabisch les volgen. Moest. En, uh, je moest Arabisch les volgen? Ja, moest wel. Ja. Ook om Arabisch te leren. Leren schrijven, praten, dat soort dingen. Koran te leren. En dat was wel een belangrijk punt. En ja. ik ben blij dat ik het toen wel heb gedaan. En dat deed je dus naast gewoon reguliere school, ja. gewoon deed je ook daarnaast ook... Ja, dan had ik zeg maar op maandag, woensdag, vrijdag zeg maar nog een uurtje daarna nog uh, ja, gewoon Arabisch les. Oh, vet man. En heb je op een gegeven moment, uh, toen je die switch maakte naar kickboksen, hoe stond je er toen voor? Want dan komt een moment in je leven dat je denkt, nu ga ik ervoor. Wat, wat, wat was dat moment? Toen was, ik, toen was ik wel veel ouder. Toen was echt op het moment dat ik denk, uh, 17, dus ik was al 17 toen dacht ik die switch maakte, toen dacht ik van weet je wat, ik kan gewoon lekker proberen kickboxen. Ik woonde toen al mijn jeugdwedstrijden heel makkelijk ja. en ik dacht van weet je wat, ik kan, gewoon, ik kan gewoon proberen. Maar toen kwam ik wel terug als zwaargewicht. Ja. Dus ik vocht toen in mijn jongere jaren gewoon jeugdwedstrijden en uh, op een gegeven moment kwam ik gewoon terug, maar dan gewoon als zwaargewicht. Oh shit. Maar als je ook op een gegeven moment ook kasten voor je. Ook gewoon Volgens mij echt beren van guys. Weet je. En jij bent al groot. Ik bedoel, als jij binnenkomt, dan het ik... Oké, okay, maar moet ik even serieus chillen. Had je dat ook als voordeel in de ring? Ja, of... maar weet je wat? toen was Ik was toen denk een jaar of 19 toen ik mijn eerste wedstrijd begon te vechten. En, en, en toen kwam ik met, tegen... Mijn tegenstanders waren al 30 of 33. En dan, dan is daar toch wel die verschil. Wow. Ook al ben je even groot en dat soort dingen. Maar die leeftijdsverschil was... Je vocht gewoon tegen een van 33. Toen wel. Zo! Toen wel. Ik, vocht, ik vocht 2012 tegen Remy. Ik denk dat ik toen al net 32, 33 was. Ik was net 20, 21. En hoe herinner je je zeg maar, die hele wedstrijd? Want aan de ene kant is het zeg maar, een icoon waar je tegenop kijkt. En op een ander moment sta je in de ring tegen je icoon te vechten. Het was wel een moeilijk moment. Uh, zeg maar, de eerste paar seconden van de wedstrijd voordat de bel ging was wel moeilijk want ik keek altijd naar die man op en, en uh, toen ik net begon met kickboxen keken we altijd naar hem op tv en zijn wedstrijd terug en dan sta je plots tegen hem in de ring het is wel moeilijk maar dan moet je proberen die knop snel om, om te draaien en, uh, je hoort wel vaak van ik ga, ik ga die knop omdraaien maar dan moet je er wel echt dan sta je daar gewoon dan moet je gewoon die tegenstander helemaal eigenlijk om het soort zeggen kapot te maken. Dan moet je gewoon wel, wel echt die knop draaien. Maar hoe moeilijk is die switch? Want je zegt, zeg maar, voordat de bel gaat, denk je... Dit is mijn idool, dit is mijn idool En ergens moet er een knop gaan van... En luister dan, je moet zo meteen gaan matten. Je moet nu gaan staan, <laughs> ik weet niet. En geen tijd voor een handtekening. Hé, hey, ik even een handtekening. Ja. En, uh, je moet gewoon echt gaan, 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 gaan strijden. Maar dat, ik, denk dat, ik denk dat die... Zeg maar, die knop omdraaien, bouw je heel rustig op. En bouw je op vanaf, vanaf je jeugdwedstrijden tot, tot en met, ja. En dat bouw je gewoon op. En dan, wanneer je het bel gaat, denk je gewoon van, ja, hij moet er gewoon aan. Ja. En dat ga je ook gewoon doen. Ja. En je... hoe, 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 hoe ging die wedstrijd? Hoe kijk je terug, zeg maar, naar die wedstrijd? Uh, ik kijk er positief naar terug, omdat voor mij... Het klinkt wel een beetje... Het was voor mij wel een makkelijke wedstrijd. Met alle respect naar hem toe, maar... Uh... Waarom was het makkelijk? Omdat ik gewoon niet eigenlijk echt veel moest doen. Wat hij eigenlijk voor mij deed. Dus als hij bijvoorbeeld een links-rechts deed ik gewoon links-rechts en een harde trap terug. Ja. Het was eigenlijk het spel. Je kwam geen, geen moment in gevaar. Ja. En het zijn eigenlijk wedstrijden die je heel makkelijk wint. Als je niet in gevaar komt en je controleert de wedstrijd, ja, dan heb je die wedstrijd gewoon ja. in je zak vanaf de eerste seconde. Ja. Is het belangrijk om zeg maar, gelijk te domineren als je begint met, met een gevecht? Ja, niet gelijk domineren. Je moet wel respect afdwingen in de ring. Je moet wel laten zien van kijk, ik sta hier in de ring en ik ga jou laten zien wie, wie ik ben. En dat moet je gewoon afdwingen. Ja. En als je dat kan afdwingen, dan, dan loopt de rest gewoon heel makkelijk. Ja, want het lijkt me... Ik bedoel, ik kijk als liefhebber. Ik volg kickboksen zelf way back. Dus ik kijk als liefhebber. En dan zie ik soms van... Volgens mij is het echt gewoon een strijd. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Want wat nou als je iemand slaat en die gast blijft gewoon staan? Dat is je tik boem die kill. En Dat heb ik gewoon al een keer meegemaakt. Ik kan me herinneren in New York. kan Ik me herinneren dat ik daar... In de eerste eerste tien seconden... Mijn tegenstander echt heel hard op zijn hoofd heb geraakt. Gelijk een dubbel breuk. Wist ik pas... Dus ik wow. pas na de wedstrijd, uh, maar die tegenstander ging maar niet neer. Dat was echt zo irritant, de tegenstander ging maar niet neer. En, uh, en ja, ik vocht gewoon die wedstrijd uit, maar op een gegeven moment, zeg maar eind de eerste ronde, voelde ik mijn hand van... Pff, ik kan niet meer stoten met mijn rechterhand. Uh, ik, ja. wat, ik dacht dat mijn handschoen veel te strak zat, maar dat ja. was niet het geval. het gewoon je hand gebroken? Uh, mijn hand was gewoon gebroken en, en, en ja, eind derde ronde kon ik niet eens mijn rechterhand... Uh, tegen, mijn, tegen mijn gezicht houden. Gewoon, ik had geen kracht om gewoon mijn dekking hoog te houden. het ging gewoon niet meer. Wow. En toen heeft de tegenstander mij wel knock-out geslagen. Wie was de tegenstander, maar dan moet ik uh, uit de buurt blijven? Uh, nee, nee, Ben Edwards is toch heel ver weg in Australië, dus okay. dat maakt niet uit. <laughs> ik laat hem gewoon uh, daar. Laat hem gewoon daar tussen de zo. Maar wat voor. Be, had hij een betonblok of zo? Hoofd of uh, zo? Ik, weet niet, <laughs> ik, ik, stoot, ik stoot echt vol uit mijn rechts, maar hij, ik weet niet, met die ja. dikke hoofd van hem ging hij echt ja. tegen mijn stoot aanduwen. En ja, gelijk. Zo. Ik voelde hem gelijk. Ik zag gewoon zeggen: jongens, uh, het een leuk een leuke wedstrijd aan mijn pizza. Mooie. Dat, dat wou ik ook doen. Dus ik draaide gewoon om. Ik dacht: nee, ik vocht ik, ik, ik gewoon verder. Ik dacht: ik moet gewoon vechten klaar. Ja, ja. Nee, wat, wat ik ook mooi vond, zeg maar. Uh, we hebben heel veel wedstrijden uh, van bijvoorbeeld Rico gezien. Hij is helemaal fit en, en weet je. Dus goede, een hele goede kickbox gedreven. Maar ik zag voor het eerst toen hij tegen jou vocht dat uh, het was gelijk een spannend wedstrijd. Ik weet niet wat er gebeurde. Misschien was de spanning er voor, uh, vooraf. Maar je merkte echt van... There was tension. Was gewoon, was gewoon een, het was gewoon een, een titanengevecht, bij wijze van spreken. Jij was gedreven. Hij wilde zeg maar, zichzelf ook op een of andere manier bewijzen. Wat was dat ding? Zeg maar dat, dat, want je hebt het ervaren in de ring. Was het echt zo explosief als wij dat zagen op afstand? Want ik keek gewoon vanuit de Zo, Zo'n heavy shit. Hoe ja, kijk jij terug op, zeg maar... Ik heb nog steeds, steeds moeilijkheden om die wedstrijd terug te zien, maar heb ik nog steeds niet gedaan. Tot het dag van vandaag heb ik het niet gedaan. En uh, ik stapte gewoon uit de ring in om, die, om, om gewoon mijn titel, mijn titel mee naar reis te nemen. Ja. Het was gewoon van mij zo stapte ik de ring in en ik was 100% zeker dat ik die wedstrijd ging winnen. En zo startte ik ook die wedstrijd. En uh, toen we allebei fit, waren, zeg maar in de eerste paar seconden waren we gewoon allebei fit. En, en toen ging ik er helemaal voor. Ja, hij heeft een beetje een lastige, lastige vecht, vechtstijl, gaat hij gewoon puntjes maken en, en wegrennen met, alles, met alle respect voor hem. Het ja. is gewoon goed wat hij doet, want hij wint gewoon zijn wedstrijden, maar het is niet echt een tegenstander die komt om te vechten. En daar had ik wel op een gegeven moment moeilijkheden mee, want ik liep, ik liep pff, tien keer die ring rond. Ja. liep die gewoon heel achteruit en, en deed hij maar niks terug bij te ontwijken en die klappen ontvangen. Dus heeft hij wel goed gedaan. En uh, wat ik zeg maar de eerste twee, drie ronden voor hem heb gedaan, heeft hij me eigenlijk teruggegeven de laatste twee rondes, Omdat ik die rondes dan zeg maar niet gewend ben om te vechten. Het zijn nog altijd vijf ronden. Ja. En dat was ik gewoon niet gewend. Maar nogmaals, ik was echt de ring ingestapt om, om, om hem helemaal eigenlijk, af te maken. Want op een gegeven moment, want ik, ik keek er zo naar, en het was een moment dat je hem ook aan het wankelen bracht. Want je sloeg hem. Ik weet, niet, ik weet niet wat er in jouw vuist zit. Maar ik zag een stoot komen. En ik dacht. Zo, die wil ik nooit ontvangen. Maar je zag zelfs dat hij een beetje geschrokken was. Of, of zeg maar, het had hem een beetje, en hij heeft zich snel weer herpakt. En toen gingen we weer door. Maar ik, als leek zijn, want ik ben geen professional in de ring. Ik zag op dat moment van. Um, dat, want dat zei je ook. Ze zei van, jij zei op een gegeven moment in een persconferentie. Um, dat je de, de, de champion wilde zien wankelen. Dat je wilde laten zien. Ja, wat, wat zegt ze in die films, van If You Bleed? Hier, ja, kijk, het was best wel een beetje ook grappig in de, in de, in de eerste ronde. Het was zeg maar, de kampioen die heel achteruit liep en heel de hele tijd niet, niet eens op zijn benen kon staan. Dat ben je toch geen kampioen, man? Oh. Je bent zo fit, je bent al vier, vijf jaar kampioen. Laat dan zien dat je kan vechten. Dat wilden mensen toch zien. En ik hoop dat ik op dat moment de publiek heb vermaakt, want dat is uiteindelijk het belangrijkste maar uh, ik zeg de kampioen nergens terug de eerste drie ronden zeg je maar is het niet een soort, een soort strategie want, want, want als je zo'n ring in gaat, hè, want bijvoorbeeld vijf rondes lijkt mij freaking zwaar, ik heb één keer met Melvin Manhoef getraind en ik was gewoon <laughs> <laughs> en toen zei hij, het is opwarmen ik zeg bro, ik kan niet meer dus ik weet dat jullie, jullie zijn topsporters jullie gaan de ring in en het is ongelooflijk Paul wat jullie doen, maar vijf rondes is dat niet een aanslag op je, op je lijf en mentaal Ja kijk, het, het hangt ervan af hoe je vecht uh -huh. Mijn vechtcel is meestal vanaf de beginsekunde gewoon 100% ervoor gaan. Alles wat ik doe, doe ik echt 100%. Zelfs dus al, al gooi ik gewoon een, een linker jab eruit, die gewoon, zelfs dat doe ik 100%. Ja. Maar dat is mijn manier van vechten. Ja. En daarom heb ik ook zoveel knockouts op mijn naam staan. Ja. Ik heb bijna nooit een wedstrijd moeten uitvechten. Dat is mijn vechtcel, hoe dat ik ben. Maar als je kijkt dan naar zijn vechtcel, hoe hij vecht, hij doet alles misschien op 30, 40 ja. En wanneer de tegenstander moe is, wanneer de tegenstander ja. moe is van zijn eigen gevecht, ja. Dan pas, dan pas kan hij eroverheen gaan. Want ja. dan heeft hij dan zeg maar, de kracht, niet eens de kracht, ja. om de tegenstander uit te schakelen. Pas wanneer de tegenstander ook moe is, gaat hij eroverheen. Ja. Maar is het gewoon niet een soort, uh, soort, soort stelding? Want de ene houdt van knokken, de andere houdt van. Weet, misschien is dat zijn strategie om het lange houden. Ik, wat ik, zeg, ik zou niet deze twee rondes vol kunnen houden. Maar wat ik dus interessant vind, is zeg maar, dat aan de ene kant heb je dus mensen die zeggen van. Ze houden van die vechtstijl, En heel veel mensen die zeggen van. Uh, ja, maar hij is gewoon kampioen. En dan heb je weer andere mensen die zeggen van. Ja, maar we willen hem echt zien knokken. En pas toen ze hem tegen jou zagen vechten... toen zei iedereen... oké, okay, dat was echt een gevecht. Als jij de volgende keer weer tegen hem gaat... ga je, ga je het anders aanpakken? Of ga je op dezelfde manier... Ik ga gewoon op dezelfde manier okay. weer de ring in, dezelfde... Uh, we gaan de gameplan een heel klein beetje veranderen... want we hadden wel een sterke gameplan. Maar kijk, inderdaad, zoals jij zegt... Uh, 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 mensen zien graag een, een, een aanvallende vechter en sommige mensen zien gewoon graag een puntenvechter. Ja. En hij is gewoon een puntenvechter, maar hij doet het wel goed. Met alle respect voor hem, hij doet het gewoon goed. Ja. Maar ik denk dat de meerderheid van de fans daar niet voor komen naar de Arena. Ja. Of naar een of ander welk stadion gaan komen. Dat, daar komen ze niet voor. Ze komen om, om een goed gevecht te zien, om een sterk gevecht te zien. En zeker als kampioen zijn, moet je toch elke wedstrijd kunnen laten zien van ik, ik ga over elke tegenstander gewoon heen wassen. Voor dat komen ze. Ja. Zoals laatst in de Arena vocht hij tegen, tegen die Guto Innocent. Nee, van ik, van ik, ik vocht ja. zelf tegen hem uh, in Brussel een jaar terug. Toen, ja. kwam, toen daagde ik daar Rico uit. kwam hij de ring in. Zei, zei Rico nog tegen mij: van... Ik kan hem niet eens eruit slagen. zei hij zo tegen mij in de ring. Hij <laughs> heeft vijf ronden tegen hem vocht, kon hij niet er eruit slagen. Dus dat vind ik een beetje grappig dat hij dat zegt. Hij zegt tegen jou dat jij hem niet uit kon slagen? Ja, ja, ik daagde hem uit in Brussel, dus, waar ik tegen Guto vocht. Ja. En ik vocht tegen Guto in Brussel. En toen daagde ik na mijn wedstrijd Rico uit. En Rico kwam de ring in. Zij zei die tegen mij van, ja je, je daagt mij uit en je kan niet eens goed op slagen. Ah oh ja. Dus toen dacht ik van... Hij heeft vijf ronden tegen me vocht in de arena, dat was gewoon schandalig. Ja. ja, die Guto vond ik een heel aparte vechter. Ik bedoel, die capoeira move dat hij ja, opeens ja, omhoog gooide. Dat zijn die Braziliërs dacht dus, oké, okay, is het een kickbox Heb we nog nooit van mijn leven gezien. Ja, ook omdat hij toch van de MMA komt. Hij ja. toch al die rare bewegingen ja. gaan doen, maar hij... Ja, is ook niet een uh, kampioenwaardig. Maar er komt sowieso wel een rematch tussen jou Rico. Rico. Ja, gaat sowieso komen, ik hoop uh, niet dit jaar, maar... Uh, Volgend jaar kom je er zeker. En eh, wat, ik, wat ik tof vind ook aan kickboksen... Euh, zeg maar, na afloop zie je vaak dat, dat veel van die kickboksen elkaar groeten... dat een soort vriendschap is, een soort wederzijds respect van hey, boks. Maar bij jou, Rieke, heb ik het gevoel dat er zeg maar... Zeg maar is er een soort van het allemaal... wanneer de cameras are not on, groeten jullie elkaar en is het weer cool van... weer cool, zijn jullie... ik ken die man helemaal niet. Ik heb, ik heb De eerste keer dat ik tegen hem vocht was 2011 in Sporthal Z. Ja. En uh, daar sloeg ik hem uh, knock-out in de tweede ronde. En sinds die dag heeft hij me nooit aangekeken bij de ring en nooit gegroeid bij de ring. Wat, wat ik heel apart vind, want ik ben gewoon met alle vechters gewoon chill. Ja. Noem maar op, Peter Aarts uh, Bonjasky, uh, bij iedereen ben ik gewoon uh, oké okay en uh, zijn we gewoon goed met elkaar. Maar ja, het zit hem blijkbaar nog dwars dat ik hem toen als eerste vechter knock-out heb geslagen waarschijnlijk. Ja. Apart, want zeg maar, ik heb altijd het gevoel dat mensen gewoon, weet je, het is gewoon een sport eigenlijk. Ja, daarin. zeker. het is topsport en je moet gewoon uh, na, na de wedstrijd, ja. of, of niet eens, moet je gewoon oké. Okay ik heb kennis dat hij altijd vriendelijk is en dat die gewoon iedereen, gewoon, dus daar zit echt een soort tension. Dus ik denk, we moeten weer een leuke wedstrijd volgende ja, ja, keer. Ja, sowieso. Maar de vorige <laughs> keer, bro, die, die wedstrijd in, in, in en daar heb je een speciaal shout-out voor jou ook, tof nog steeds, dank voor die tickets man. Dat ik daar was en ik zat daar en ik deed het, zo, bro, zo, Dus op een gegeven moment, ik, ik zei tegen me van, uh, uh, ze tegen me van uh, ja, wat gaat nu ik zeg, ik weet het niet, Jamal is hongerig. En ik zag jouw keel. Ik zag een soort honger in jouw ijs. Wat was er in dat moment dat jij dacht van... Ik ga... Ik, ik weet, je liet een nieuwe Jamal zien volgens mij. Ja, ik zag ik, een hele andere vechter. Ik, ik, ik denk gewoon een Jamal die, die meer fitter is, dat wel. Ja. En, en uh, ja, hij daagde mij uit na zijn laatste wedstrijd in Amerika. Wat ik heel apart vond, want dat is de eerste vechter die me, die me gewoon uitdaagt. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ik ga gewoon laten zien wie ik, wie ik gewoon ben in de ring. En ik had ervoor zorgen dat hij me nooit meer kan uitdagen na die wedstrijd. En ik had wel die honger, zeker. Ook omdat ik na twee verliespartijen kom. Dus ik had, ik, had, ik had zeker honger om te winnen. En, en ja, een mooiere plek als Amsterdam Arena om te gaan winnen. En zeker op knockout Beter kan niet. Want op een gegeven moment, als je, is, het op een gegeven moment uh, is er een moment in, in het gevecht... K.O. zeg maar, je hebt hem echt laten wankelen gelijk. Maar is het zo dat op het moment dat je de eerste stoot geeft en je ziet dat iemand, in een, dat je dan al voelt van ik heb dit, is dat het moment ja, dat begin, je begint veel eerder. Oké. Okay. Begint vanaf dat je de eerste stap zet in, in, in de ring gewoon, dat je naar je hoek gaat en hangt er vanaf dat je eerst of tweede opkomt, dat je je t-shirt gaat uitdoen en dat de tegenstander in de ring komt of maakt niet uit of dat al in de ring is, ja. dan moet je jouw ogen niet van jouw tegenstander uh, afhouden, gewoon blijven kijken naar hem. De eerste witte de ogen weg doen. Ja ja dus, sta je één een psychologisch. Ja, het is ook schat. een beetje psychologisch. Maar ik zeg wel toen in zijn ogen, met alle respect voor hem. Natuurlijk is hij ook een ook goede atleet, een sterke atleet. Maar ik denk niet echt een vechter in zijn hart. En, uh, en dat, heeft hij, dat heeft hij zelf laten zien. Want, want op een gegeven moment choqueerde je de hele wereld. Bij ook. Op gegeven moment, ik zag hem niet aankomen. In de ring na je wedstrijd, uh, na, na, na het gevecht, uh, daagde je uh, bader Hari uit. Ik denk, huh? Like, like, huh? Dus aan de ene kant, je, al die mokoro's die zijn pro jou, yeah. je bent ook altijd gewoon pro Badr. Ja, toch, support in the movement. Toen dacht ik, dit wordt een uh, ingewikkeld gevecht. Gewoon, <laughs> Marokko tegen Marokko. Neem me even mee in het moment dat jij dus dacht, ik ga op dat moment Badr uitdagen. En waarom? Kijk, ik, ik, ik had dat al een beetje besproken met mijn klein broertje, die altijd met mij in de hoek staat. Ik dacht ik van, weet je, als, als ik een leuke wedstrijd hier neerzet in de arena... en een aan al op knock-out in de eerste ronde, dan ga ik, gewoon, dan ga ik hem gewoon uitdagen. Waarom? Omdat de mensen dat waarschijnlijk niet weten, maar hij heeft me veel eerder uitgedacht. En uh, het moment dat hij zeg maar, tegen Hesrie vocht in Rotterdam, dat was het zeg maar, moment waar hij mij uitdaagde via Glory. dan, toen zei hij tegen Glory van ja, geef hem maar ben, ik wel, als, als hij zin heeft voor te vechten, dat vond ik een beetje niet, niet jammer, want we zijn het sporters. Maar toen dacht ik van ah, oké, okay, uh, hij daagt mij uit, oké, okay, uh, geen probleem, dat, dat krijgt hij wel terug. En, uh, en ja, In de arena was het perfecte moment voor mij. Ik won in de eerste ronde op knock-out en toen dacht ik van nu is het jouw beurt. Ah, okay. dus zo is het ook een beetje gaan. Dus de mensen weten niet echt hoe het is gaan, maar ja, hij daagde me in principe zelf uit in maart. Maar maakt niet uit. Kijk, we zijn nog altijd uh, topsporters. In ieder geval, ik ben een topsporter. Wat hij is, moet hij voor zijn eigen uitmaken. Maar ik wil, ik wil, dit, ik wil dit deze gevecht niet zeg maar, uh, laten blijken als Marokko-Marokko. We zijn allebei gewoon topsporters en we moeten gewoon uh, laten zien wie de beste is in de ring. Dat zit. Wauw. Dus ja, want ik dacht van hè, maar uit het niets, daag jij hem uit. Maar hij had dus achter de schermen al gezegd: ik wil tegen jou vechten. Ja, dat had hij al gedaan. En dat vond ik ook niet zo erg dat hij dat had gedaan. Alleen uh, Glory wou dat niet op dat moment. Dus ik had gewoon akkoord gegeven dat, dat ik wou vechten toen in Rotterdam. Ja. Maar Glory wou dat op dat moment niet. Toen had zich gezegd van ja, we gaan het wel op een, andere, een ander moment doen. Niet nu in Rotterdam. Dus en ja, ik vond het het juiste moment om dat te doen in Amsterdam. Ik woon ik netjes op knockout. En toen dacht ik van ja, ik ga hem gewoon lekker uitdagen. En ook waarom? Omdat ik waarschijnlijk wel even moet wachten op die titelwedstrijd. Want Rico wil niet zo graag tegen mij vechten. Hij weet het zelf ook. Hij, hij staat niet te wachten om tegen mij te vechten in de, maar, de ring. Waar, waar ja, merk waarom merk je dat ja, dat merk als hij, Ik sta nu nummer twee, dus ik, ik, kan, ik kan zo voor de titel vechten. Maar dat wil hij gewoon niet. Want wanneer mijn naam naar voren komt om tegen hem te vechten, gaat hij liever... Hij staat niet te wachten om tegen mij te vechten. Dat is gewoon zo. En dat kan hij ook meebeslissen, mee zeg maar. Maar, waar, maar waarom denk je dat hij daar... Wat omdat hij mij nog steeds als risico-wedstrijd ziet. En dat heeft hij laatst weer uh, meegemaakt in, de, in Ahoy. Hij ziet mij gewoon als risicowedstrijd. risicowedstrijd En die andere vechters die erbij lopen, ja, maar genoeg. Ze zijn niet echt uh, van het allerhoogste niveau. Maar uh, ze kunnen Rico niet in gevaar brengen. Er zijn mensen die, zeg maar, uh, die dingen die hoor ik dan. juist ja, als professional kan het vertellen. Zeg maar, er zijn mensen die zeggen van, ja, hij, wint, hij krijgt gewoon makkelijke wedstrijden. Dat wordt gewoon gepland. Denk je dat dat gebeurt of denk je gewoon dat er niet veel concurrentie of concurrenten zijn in de kickboxwereld? Kijk, het, het, loopt een beetje, het loopt soms raar in kickboxen, Want uh, toen zag ik ook op een gegeven moment uh, toen, uh, toen Ismaël Lund, Ook een goede vriend van mij. En toen dat hij uh, net nog, zeg maar. Ja, niet echt. Toen dat hij in, zijn, in, in een van zijn beste shapes was, had hij wel recht om tegen Rico te vechten. En dat is ook nooit gebeurd. Dat vind ik wel, dat vind ik wel soms vreemd, waarom dat zulke wedstrijd niet gebeuren. En dan laat ze zeg maar een soort. Anders Silva tegen Rico vechten, dan denk ik van... Wat ga je nou Silva... In, in, in die man staat nummer 15 of nummer 20 en ga je hem tegen, tegen Rico laten vechten? Dat kan gewoon niet. Ja. Gooi je gewoon land voor hem. En dan denk ik af en toe van, waarom gebeurt dat niet? Ja. Ik weet niet wat daar gebeurt achter de schermen, maar ik vind het soms wel ook een beetje raar. Ja. En, 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 en zeg gewoon, maar, nu gaat er op een gegeven moment een rematch komen, maar... Is de focus nu op dat gevecht met Bader? Want gaat dat echt gebeuren? Is het... Want het is. Jij zei het in de ring, maar. En hij zegt. Oké. Okay. Maar gaat het nu echt gebeuren? Of is het weer een soort. Ja, ik, ik hoop nog steeds dat het gaat gebeuren. Dat hoop okay. ik. Dat hoop ik echt dat het gaat gebeuren. Uh, dat kan ik ook. Uh, hem even laten zien. Uh, want hij noemt hij hij men na de wedstrijd. Ja, zijn amateurs of zoiets. Ze dus hij noemt amateur na de wedstrijd. Dus ik hoop zo snel mogelijk dat hij dat gewoon accepteert inzaart. Niet alleen voor het publiek. En dat hij gewoon komt uh, om te vechten. Want... Maar op zo'n moment als iemand. Als, kijk, als iemand tegen mij zegt, bijvoorbeeld, van uh, Amateur Radio DJ. Ik ben een gevoelige guy, ik voel hem. Maar misschien is het ook gewoon comedy. Weet je, misschien zei Ik weet niet hoe hij het bedoelt. Maar bijvoorbeeld, als iemand zoiets zegt op zo'n moment. Heb je zoiets van. Ik wil me meer bewijzen en ik ga je laten zien. Is het ook een soort vechtershard? Ja, niet, niet, moment... niet echt dat, maar ja, hij kwam erin zo heel stoer en zei hij van. Ja, het is daar amateurs. En ja, dat, ik, dat ik alleen tegen tegenstanders had gevochten die, uh, die niets voorstelden. Met alle respect, maar ik woon ik gewoon netjes van, van Remy waar hij twee keer tegen verloor. Dus wat is, wat is een amateur? Maar ja, als hij dan toch zo'n grote mond heeft. Ja, laten we gewoon uitvechten in de ring wie dat de beste ja. is. En dan is het gewoon opgelost voor ja. De ja. altijd. wordt wel heftig gevecht, hè? Het zijn wel. Uh, wat gevecht, hè? Ja, wordt sowieso een leuk maar dat willen de mensen toch zien. Ja, ja. Dat willen ja. de mensen gewoon zien. Ja. En dan laten we gewoon die wedstrijd zo snel mogelijk uh, gaan, gaan uitvechten. En ja, ja. daar zijn we er ook klaar mee. Want zie, want, want zeg maar, na, naast Bader, wie is nog meer zeg maar, iemand waar je tegen wil vechten? Ja, ik heb niet echt meer. Uh, echt vechters op mijn lijst staan. waarvan ik denk, van ja, ik kon nog een keer tegen vechten. Maar hem had ik nog wel op mijn lijst staan. Ook mede door zijn grote mond had ik nog op mijn lijst staan. En ja, nog een keer Chirico, want het staat 1-1. Ja. Hoe reageren mensen met Marokko? Hoe reageren mensen in Marokko toen ze hoorden dat jij. Uh, de gebarder wilde vechten. Want ja. Je zijn allebei helden in Marokko. Hoe, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Kijk, want... en enthousiast één. Sommige mensen begrijpen het niet, maar wanneer je het gaat uitleggen, dan wel. Maar jammer genoeg kan ik niet voor iedereen normaal gaan uitleggen. Uh -huh. en, uh, maar ze zijn wel enthousiast naar de wedstrijd toe. Ook omdat ja, kijk, met alle respect, hij is een, go een heel goede vechter. Was ook een van mijn voorbeelden in de ring, ja. niet buiten de ring. Maar uh, maar heeft gewoon te weinig betekend voor de marokkaanse gemeenschap in Marokko sowieso. Hoe en, bedoel je dat? En hoe dat ik bedoel Kijk, het is niet. Het is niet de meerwaarde voor de maatschappij bij ons in Marokko. Hij woont wel daar, maar hij heeft, heeft niets betekend voor ons Marokkanen in Marokko zelf. Wat zou hij moeten heeft, doen? Hij heeft, heeft nooit zeg maar, bijvoorbeeld een seminar gegeven of nog nooit een sportschool bezocht of dat soort dingen. Gaat hij, niet, gaat hij niet gaan doen? Het is eerder een verlies voor de maatschappij in Marokko. Oké. En dat zijn misschien wel harde woorden, maar dat yeah, is gewoon de waarheid. Want hij is wel, want ik, ik, toen ik in Marokko was, ik was in Oujda en Nador... en ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe het volk echt van hem houdt. Weet je, ik bedoel, ik, ik ken Bauder op een, op een andere manier. Weet je, ik bedoel, toen hij in 2011 bij mij een radioshow kwam... ik ken hem als die hele warme guy en zo. Dus die andere dingen die ik in de media heb gezien, ja, ik ben er nooit bij geweest... Dus... Als jij dat zo zegt, dan, dan schrik ik. Want ik denk van, hey maar hij is wel die guy, Maar jij zegt van, er gebeurt niks. In 2011 zei je. De... Ja. Ondertussen zijn bijna zeven jaar verder. Oh. Er is zoveel gebeurd in die zeven jaar. Kijk, ik wil, ik wil, ik wil niks persoonlijk gewoon voor hem zeggen, maar er is zoveel gebeurd in die zeven jaar. Dus geloof me, hij is niet meer zo populair in Marokko. Oké. Okay, hij ja. is nog wel populair. Mensen gaan nog van hem houden, maar er zijn de mensen die hem niet kennen. En die gaan van hem gaan houden. Maar hij is niet meer zo populair zoals je denkt in Marokko. Oké. Okay. Oké, okay, spannend. Ja, ik, ja, ik, ik, ik vertel vanuit we ervaring. Maar ik ben benieuwd. Ik, dat gevecht wil ik wel zien, wil uh... Ik kan niet wachten. <laughs> en en, en, en uh, in Marokko? Uh, hoe hoe, hoe, hoe word, jij, word jij zelf ontvangen in Marokko? Ja, gewoon... Uh, ja. Eigenlijk wel heel goed. En uh, soms wel te goed. Wat bedoel je, te goed? Ja, gewoon. Ik word daar echt, uh, echt verwend als ik daar ben. En, en word alles, er wordt voor alles gezorgd. En dat soort dingen. En, uh, ik ben daar heel blij mee. Maar ook... Af en toe denk van, ik van ik, ik kan niet zo blijven leven, want dit ben ik niet. En ik ben gewoon die vechter die gewoon hard traint en leuke wedstrijden ja. uh, le vecht, dat ben ik gewoon. Maar een vechter die alles voorgeschoteld krijgt, dat, dat ben ik niet. Maar voel je het ongemakkelijk of zo? Of? Ja, ongemakkelijk, omdat ik dan alles gewoon, zeg maar gewoon. Ja, gewoon krijgen en, en, en alles wordt voor me gedaan. En Zoals? Dat soort dingen. Wat, wat, neem ons een beetje mee. Cyber, je komt nu in Marokko, je land. Wat gebeurt er? Word ik gelijk uh, door de douane ingebracht en wordt alles gewoon voor me geregeld? Moet ik niet gaan wachten? Staat er dan een busje voor de airport en word ik gebracht naar het hotel of naar Matthijs en dat soort dingen? En, en staan mensen gewoon klaar om eten te brengen en, en dat soort dingen. Ik denk van, pff, ik kan niet zo gaan leven, anders heb ik straks een probleem. Dus... Als, als ik te lang in deze flow ga zitten, dan kan ik straks niet meer misschien hard gaan trainen of, of, of ja. nog gaan zweten in het bos wat ik elke dag doe. En, en je moet hongerig blijven, ik wil die... gewoon hongerig blijven. Ja. En, en uh, uh, met die levensstijl dat ik daar in Marokko op dit moment krijg, ga je niet zoveel honger blijven krijgen voor het gaan trainen dat maar, soort dingen. Maar hoe haal jij jezelf hongerig dan? Ja, gewoon om, om niet. Als, als ik dan in Marokko ben, probeer ik dan een beetje af te zonderen van alle mensen. Doe ik gewoon leuke dingen, maar ben ik meestal gewoon. Niet in het bijzijn van, echt veel, van veel mensen, of weet niet van veel mensen dat ik op die plek ben. En, en, en dan geniet ik gewoon van mijn vakantie of van mijn rust. En als ik dat heb gedaan, kom ik gewoon weer terug en ga ik gewoon heel hard, hard aan de bak. Ja. En wat doe je om te chillen dan? Wat doet, uh, Jamal... ja, gewoon vakanties, maakt niet uit, wat Marokko is een echt leuke plek voor vakantie en voor rust, dat doe ik meestal wel. Waar in Marokko ben je dan te vinden? Uh, Titwan, Kaza, okay. Rabat, noem maar op. Ik ben, okay. ik ben overal wel een beetje. Ja. Ik, vind, ik vind allemaal wel leuke plekken. En waar komt je familie zelf vandaan? Wij komen zelf uit El Hosema. Ah, ja. El Hosema, ja. daar. Beetje, dat, is, dat is een beetje boven, toch? Een beetje boven daar op die ja. 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 En daar komen mijn ouders vandaan. Ja. Uh, maar wij wonen nu wel in Titwan. Okay. Alsof ik denk al meer dan 30 jaar wonen we in Titwan. Ja. Hoe denken je ouders over jou als kickbokser, als, 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 als ster, als, als, als vechter? Hoe, hoe, hoe mijn moeder wil het liefst ik zo snel mogelijk gewoon, dat ik gewoon mijn handschoenen gewoon nooit meer ga aandoen. En ik gewoon, ja, mijn moeder kan er niet tegen. Vind ik het niet erg. Ik begrijp het, ook, ik begrijp het gewoon, maar ze kan er niet tegen als ik ga vechten in de ring. Ja. Uh, trainen kan nog wel. trainen kan nog wel, maar echt wedstrijden gaan doen, dat vindt ze niet. Dat vindt ze niet leuk. Ja. Dus wanneer ik moet gaan vechten, dan kijkt ze sowieso nooit. En uh, wordt ze daarna wel opgebeld door mijn zus of door mijn kleine broer van, ja, hij heeft gewonnen of hij heeft dit. Dus dat wel, maar... Niet dagelijks, maar ze, ze, ze zegt wel altijd van, hey, wanneer ga je, wordt niet tijd dat je gaat. <laughs> en wat wil ze dan dat je het liefst doet dan? Welke? Wat, wat, wat wil ze dan dat je het liefst doet dan, Ja, gewoon liefst... wat anders gaan doen, maar niet, niet, dat, niet dat vechten, dat wil ze niet. Ja. Omdat ze er altijd al tegen is geweest. Ze vindt het wel leuk dat ik uiteindelijk wel dit ben gaan doen en dat ik nu op dit niveau zit. Ze, ze is wel, ze is super trots op me, maar ze vindt het nog altijd moeilijk om met te zien vechten in de ring. Dat ja. is het probleem. En hoe lang blijf jij doorvechten? Wat is... Zo lang mogelijk. Wow. Is het ja. verslavend? Niet verslavend, ja. ja als, als ik soms een week rust heb of, of een week op vakantie ben, ja. denk ik van ik mis iets. Ja. En, maar, dan mis ik gewoon die training, die harde training, die afzien, mis ik in het bos gaan rennen en dat soort, dat mis ik gewoon. Ja. Dus het is wel een beetje een verslaving. Ja. En, 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 en zeg maar, um, als je niet zou kickboxen, wat zou je doen dan? Pff, ik kan nooit bij Stelk staan. Ik heb echt nooit bij stilstand. Er, er is geen hobby dat je een soort schilder bent of zo. Schilder. Dat je gewoon dingetjes maakt of zo. Uh, Weet je dat? Ja. Iedereen heeft een soort verborgen, <laughs> verborgen. Ik, ik wist al heel vroeg van... als ik toch iets wil gaan doen, dan is het toch wel kickboxen. En ik ben daar altijd in blijven geloven. En ik heb altijd mijn best gedaan om. Om, om mijn doelen te bereiken. Maar dat is echt het enige aan wat ik dacht toen ik jong was. En nog steeds aan zeg maar, nog steeds mijn, mijn doel. Gewoon, is gewoon nog kampioen worden en, en nog steeds kickboxen. Dus ja. ik heb echt nooit aan iets anders kunnen denken, denk ik. Dus jouw focus is nog steeds voorlopig. Ja. van uh, kickboxen. Wel tof, want iemand waar ik ook veel bewondering voor heb is Melvin Manhoef. Goede vriend van mij. Wat ik ook tof vind is dat hij ook naast de kickboksen ook een eigen sportschool heeft opgezet. Doe ik WFL. Is het ook iets wat je eventueel in de toekomst ook zou doen? Een, een sportschool voor kids, waar ze ook gewoon kunnen trainen? En... Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ik dat wel kan doen. Uh, eerst en vooral wil ik, ja, een sportschool is altijd leuk om te hebben. Ja. Maar ik wil toch wel uh, zeg maar de jongeren, een goed voorbeeld voor de jongeren zijn. En toch wel de jongeren meer helpen dan alleen maar kickboxen. Dus mensen die maken uit wat voor werk doen, willen opgeven, die mensen wil ik gaan helpen. Ja. Dus de mensen die het moeilijk hebben, die mensen wil ik ook gaan helpen. En een sportschool is altijd goed meegenomen. En, en bijvoorbeeld wat je zei eerder van uh, dingen voor je land doen. Wat, wat doe jij zeg maar, zeg maar, in, in Marokko waar, waar wij het niet vanaf weten? Je hebt het over dat je zei van het is belangrijk is dat je ook iets voor je mensen doet in Marokko. Zeg maar, ben je ook met, met goede doelen dingen bezig? Ja, in, in, we, zijn, we, zijn met, we zijn met goede doelen bezig daar. Zeker uh, binnenkort gaan die ook wel uh, naar boven komen. Wat het, wat het precies is. Maar ja. ik kan er niet zoveel over ja. zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig. Oh, maar vet. ook bijvoorbeeld... Gewoon Een sportschool openmaken voor hun in Marokko, waar de, waar de jongeren, zeg maar, die het niet zo breed hebben, gewoon wel kunnen gaan trainen. Je bent toch een voorbeeld voor, voor de Marokkaanse jongeren, dan moet je dat toch ervoor over hebben. Ja. Al die mensen steunen jou toch al zo lang, dan moet je dat toch ervoor over hebben. Ja. En dat soort dingen. Gewoon een goed persoon zijn voor, voor de jongeren daar, zeker. Wat is het mooiste wat een fan ooit tegen jou gezegd heeft? Ik krijg, ik krijg heel veel. Niet, ik krijg wel af en toe van die berichten die, 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 die ik dan wel lees op social media, dat, dat, dat personen wel tegen mij zeggen van uh, ik, heb, uh, ik heb ook kanker gehad en uh, jij ja, bent te, telkens wanneer ik jou zie vechten in de ring, geeft dat mij moed om, om de hoop niet op te geven en ook te blijven vechten. Dat zijn, zeg maar, dat zijn, echt heel, dat zijn woorden die me echt raken en uh, dat krijg ik wel uh, veel in mijn inbox terug. Ja. Want ik weet nog, toen jij mij dat verhaal vertelde... toen je bij mij in een radioprogramma was... en je vertelde me het verhaal, want ik had het verhaal gelezen... maar het is toch anders als je iemand echt in zijn ogen aankijkt... en je ontmoet ze dan en ze vertellen het. Ik voelde, ik ben best wel ja, gevoelig... Ik, weet je, ik doe alles vanuit mijn gevoel, dus ik voelde heel erg... Zeg maar, op een heel, heel klein moment, ik heel spiritueel gek... ik voelde net zeg maar, het moment dat je dan zeg maar, aan het strijden was. Dus je hebt een dubbel strijd. Je hebt de strijd van, ik, ik, ik moet in de ring knallen... Maar ik moet ook kanker verslaan. Of kanker, zeg maar, ik moet het ik eigenlijk Destroy het destroyen. En je vecht te, tussen leven en dood. En in de ring, om heel ver te komen, vecht je ook tis, met leven en dood. Want je moet bereid zijn, geloof ik, om te sterven in de ring. Als je wil winnen. Weet je, een kampioen die stapt zo de ring. in van, is er één van ons <laughs> gaat alles naar huis. Dus um, ik zag het in je ogen. En toen zag ik van, dit, dit is een man die een wilskracht heeft... waar ik u tegen zeg. En dan vroeg ik me altijd af van... Op het moment dat je dat de allereerste keer dan hoort... want voor de mensen die die real talk kijk, die nu kijken, die het verhaal misschien niet kennen... Van, kun je voor hun even uh, ons meenemen in de tijd, op het moment dat je het zeg maar hoorde. Weet je, want je was bezig met kickboksen en dan komt er een moment dat je het, dan hoort dat je dan ziek bent. Weet je, hoe dat dan je hoofd en alles verandert. Want ik denk niet dat veel mensen dat begrijpen. Ze horen over de ziekte, maar dat ze dan niet beseffen wat het echt doet. Ja, de eerste keer toen ik dat hoorde, was wel een uh, moeilijk moment voor mij. En uh, dan, dan moet ik wel terug gaan naar 2012 was de eerste keer. Uh, ja, dat, was, dat was zeg maar voordat ik. ik was, we waren van plan om naar Marokko te gaan samen met mijn familie. En uh, net voordat ik ben gaan, uh, even naar het ziekenhuis gaan, bloed prikken, dat soort dingen. En uh, naar Marokko gaan. En uh, toen ik daar aan het strand lag, toevallig aan het strand, en werd ik opgebeld in het ziekenhuis. Dan zei ze, van, je, moet, je moet wel snel terugkomen, want uh, er is wat aan de hand. Hebben ze nog niet verteld, omdat ik toen had verteld voor de artsen dat ik naar het buitenland ging, naar Marokko zou gaan. Hebben ze van je moet wel snel terugkomen, want uh, we moeten een, gewoon een dringend gesprek hebben. Maar ik wist al een heel klein beetje dat dat niet goed zat. Uit je gevoel? Ja, uit mijn gevoel dat ik, van, dit, dit kan nooit goed zijn. Want ik ben nog nooit opgebeld van het ziekenis. En hebben ze me gevraagd, van, je moet snel terugkomen. Want we moeten wel bepaalde dingen gaan bespreken. Dat vond ik wel echt, dat waren echt zenuwslopende uren voor mij toen... Uh, Vanaf dat ik het hoorde, tot het moment dat ik terug in België was. En ja, eens terug naar het ziekenhuis gaan en... Uh, ik zat daar voor de ogen van die, uh, van die arts en zei hij me gewoon van... wij uh, ja, was een beetje de rond aan het draaien en op een gegeven moment zei hij van, ja, je hebt kanker. En op het moment dat hij dat zegt, was het eerste wat je aan denkt? Ik had dood. Hoe kan dit bij mij overkomen? Dat kan toch niet dat ik het heb? Aan alle mensen, dan moet ik het hebben. Dat soort dingen. Kanker was altijd heel ver weg van mij. En ik hoorde het wel van mensen, maar ik dacht: bij mij gaat het niet komen. En dan, nee. dan is het moment dat je dan. ...besluiten om er wat tegen te doen, om er mentaal en fysiek tegen te vechten. Ik, ik was daar nog niet mee bezig, want ik, de, de eerste half uur was ik gewoon aan het denken... ...liet die arts mij gewoon even doen, ik was gewoon aan het denken, aan het denken, aan het denken. En toen zei ik op een gegeven moment van... Okay, okay, ...want wat, wat een arts ook tegen jou zal zeggen, je zal het altijd accepteren. En je gaat het ook gelijk accepteren. Mensen zeggen van ja, ik heb het... ...pas binnen twee, drie maanden geaccepteerd, ik heb het gelijk geaccepteerd. Binnen de tien minuten was het al geaccepteerd. Ik dacht goed, ik heb het. Ik moet ermee leven. En, maar hoe nu verder? Die ja. hebt al gezegd: maar hoe ga je nu verder? En, en die arts was nog aan het praten, maar ik was daar niet helemaal bij op de, in dat gesprek. Ik was, al, ik, ik was al lang op een andere plek, mijn gedachten waren daar niet eens. Ja. En ze zeiden ook allemaal van, ja, je moet ook stoppen met je sport. Dat hoorde ik allemaal zo, zeg maar. In mijn achterhoofd hoorde ik het allemaal terug. En daarmee ben ik nooit akkoord gegaan. En ik dacht van, oh goed, ik, ik heb die ziekte. En, uh, maar stoppen met dingen doen die ik leuk vind, ga ik niet doen. Ik hou van kickboxen en ik ga met kickboxen gewoon verder. Dus ik accepteer al mijn ziekte, maar ik ga niet stoppen met wat ik leuk vind. En daar kon ik dus niet tegen. Beter gezegd, ik ging daar niet mee akkoord met wat de arts toen zei. En toen ben ik zeg maar op, een, op een tweede opinie gaan aanvragen. Zeg maar een andere arts gaan zoeken en, uh, en kijken wat hij daarvan vindt. Wat zei hij? Hij bevestigde dat je ziek was. Maar... Ja, hij bevestigde dat ik ziek was en zei hij van ja, je mag je wel bij met anders gaan vragen ik ben naar een andere ziekenhuis gaan, maar ze gaan nog dezelfde mening hebben zoals ik. Oké, okay, is goed, ik ga het toch wel gaan doen. Toen heb ik het ook gedaan, ben ik een ander gaan opzoeken die echt zeg maar, topsporters met schildklierproblemen hebben ja. uh, heb ik gehad. Dus toen ben ik eens gaan zoeken en heb ik uiteindelijk ook gevonden. En uh, die zei me van, goed, je hebt het, uh, stoppen met sporten hoeft niet, is jouw eigen keuze. Maar uit zijn ervaring uh, gaat dat topsporten en zeg maar, schildklierkanker niet altijd even goed samen gaan waarom omdat dus, het heel veel van je verder. Ja, dus schild, ja. ja schildklier is toch een, een, een belangrijk iets dat gewoon jouw lichaam uh, gewoon, uh, gewoon, gewoon beheert over een heel dag. Ik moet de levenslange medicatie inslikken, mijn medicatie moet dan even goed gaan met mijn in, m, 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 hoe intensiever ik train, hoe meer hormonen ik moet nemen, dat soort dingen. Dus het schommelt altijd. Ja. En om een juiste balans te vinden is heel moeilijk als topsporter, want elke dag doe je wat anders. Ja. Dus dat is het moeilijke daaraan. En toen zei hij van: je moet niet gaan stoppen met kickboxen, uh, je kan gewoon verder doen. Uh, maar we moeten wel die ingreep gaan doen. En die ingreep wou ik nog niet gaan doen, omdat er, omdat, omdat er heel mooie momenten aankwamen voor mij. Mede ook dit grote toernooi kwam, 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 kwam voorbij. Ik moest vechten? Ik ja. moest gaan vechten, want ik was al geselecteerd om, om zeg maar, bij de laatste zestien in Japan te gaan staan. En uh, dat wou ik zo graag gaan doen. En toen zei de professor, alsjeblieft laat me gewoon... Die toernooi gaan vechten. En als ik terugkom, gaan we wel gelijk die ingreep gaan doen. Maar ik wil graag die, die toernooi vechten. Het is altijd een droom van mij geweest om die toernooi te gaan vechten. met vechters als Sam Schild, Boniaski, Daniel Gita, Errol Zimmerman. Dus zulke vechters waren daar allemaal aanwezig. Ja. En ik wou daar ook graag aan meedoen. Dus toen zei die professor: van, Is goed, je mag gaan. maar ik moet jou dan wel om de drie weken bij mij terugzien. voor bloedonderzoek en dat soort dingen. Dus vanaf september tot en met januari ben ik bijna om de drie weken naar het ziekenhuis moeten gaan. Wauw. Ja. Maar een wetenschap dat je dus in je hoofd hebt: van oké, okay, uh, ik ben ziek, ik heb uh, schildklierkanger, maar ik ga sowieso vechten. Hoe zwaar is dat mentaal? Want zeg maar aan de ene kant, wat je zei, van, toen je het nieuws hoorde, had je het gevoel van oké, okay, ik ga dood. Ik, ik, je was even, like, time out. En vervolgens, wat ik heel bewonderingswaardig vind: ga je alsnog gewoon, ik, ik heb een droom, ik wil gewoon in die ring staan. Hoe sterk is jouw wilskracht dat je gewoon dat op duizend zet? En gewoon. Had je het andere nieuws geparkeerd of zo? Van nu ben ik even niet ziek, dat zet ik even voor voilà. hoe, hoe Kun je ons meenemen in die, in die mentaliteit? De eerste keer dat ik de sportschool ben binnengegaan, was ik er wel aan het denken En dat was wel een heel zwaar training voor mij. Want ik kon niet goed, ik kon niet goed nadenken: maar moet, moet ik nu gewoon uh, verder kickboxen en doen alsof er niets aan de hand is? Ik ben, nog, ik ben nog altijd ziek. De, de arts heeft mij vorige week nog verteld dat ik, dat ik ja. kanker heb. Dus ja. hoe kan je dan normaal nog gaan trainen op een, voor zo'n belangrijk uh, toernooi? Gaan voorbereiden? Het is wel heel moeilijk. Ja. Uh, ik heb het op een gegeven moment toch wel, toch wel aan de kant geschoven. Een beetje doen alsof ik dat niet heb. En gewoon lekker gaan voorbereiden. En gewoon zo min mogelijk daaraan gaan denken. Ik dacht van: ik ben wel in goede handen. Ik ga wel onder drie weken ga ik op controle en ik kan nog wel even verder doen. Ja. De professor had me ook een goed gevoel gegeven: van, ja, na het toernooi moet je we wel snel ingreep doen. En dan houden we ervoor zorgen dat alles wel terug een normaal zijn gangetje gaat Dus dat was zeg maar een beetje mijn motivatie om echt toch verder te gaan trainen en dat soort dingen. Dus ik dacht van ik parkeer het nieuws even en ik kan gewoon lekker gaan trainen. Hielp dat ook? Toen je in de ring stapte had je op een gegeven moment zoiets van... Dat hielp wel. Een paar weken tot er weer wat ergs weer gebeurd. Wat gebeurde toen dan? Uh, ik denk dat ik net uh, drie, vier weken voor het grote toernooi uh, wat ik echt nog steeds, op de dag van vandaag nog steeds niet echt heb verwerkt, heb ik een auto-ongeluk gehad. Oh shit. Ja. En. een uh, auto-ongeluk met een dodelijk slachtoffer uiteindelijk. Je zat in de auto met iemand die je nee, overleed? Of ja, je... ik, ik reed iemand aan. Oh Ik zat fuck. alleen in de auto. Ik was op weg naar mijn training. Oh fuck bro. En zeg maar net. na dat uh, nieuws van mijn ziekte, dat nog eens daarbij. Oh wow. Maar dat was gewoon, was gewoon zo erg. Maar jezus, maar hoe ik, dit, dit heb ik nog nooit gehoord, maar dit, wauw, was het in België of in Nederland? Of? In België. Wauw. Maar, maar kan, je, kan je dat allemaal nog herinneren? Is het zeg maar is het iets wat ook oppopt in je hoofd? En, want het zit best wel op een soort gevoelige tijdsperiode. Een periode dat je dus en ziek bent, je moet trainen, je moet vechten en een auto-ongeluk. Een ja, ik. Ik, ik, het was trouwens een man, die uh, denk rond de 60 en uh, re, zeg maar, uh, negeerde het, ro het rood licht. En, uh, en ja, ik, reed, ik, reed hem, ik reed hem aan en was wel, ik denk dat hij wel op slag dood was, want ik kan me wel herinneren van dat ik hem aanreed. Ik probeerde uit te stappen, maar mijn deur was een beetje gekneld, dus ik kon, ik kon niet makkelijk uitstappen op dat moment. En, uh, toch wel gedaan en naar hem toe gelopen ik dacht oh gelukkig ik zie die man was gewoon oké okay er was precies niks aan de hand met die man en uh, ja, uiteindelijk binnen de twee drie minuten de hulpdiensten daar aanwezig alles en op een gegeven moment zat ik gewoon al zat, lag ik gewoon op de grond zat ik gewoon op de grond ja. tegen tegen ik werd ook gelijk meegenomen door de politie en voor, voor zeg maar, zeg maar, testen en dat soort dingen en uh, kreeg ik kreeg achteraf het nieuws, uh, toen dat ik zeg maar, op het politiebureau zelf zat, kreeg ik het nieuws van. Uh, uh, slachtoffer is overleden. En. Uh, het was al erg genoeg. maar alles wat ik al meemaakte. hebben ze mij nog in een cel moeten stoppen. Weet ik niet. Ik weet, ik weet zelfs niet waarom. hebben ze mij in een cel moeten stoppen. Blijkbaar omdat ik er uh, groot uitzien. en dingen ze van. ja, we gaan er gewoon in een cel steken. maakt niet uit wat hij heeft meegemaakt. Dus ik kreeg geen slachtofferhulp. en ik kreeg echt helemaal niks. Ja. Hebben ze mij gewoon. Uh, van negen uur s'avonds tot met zes uur in de ochtend gewoon in een cel gestopt. Zeg maar, uh, je moet dan wachten voordat je moet gaan voor, soort van voorkomen. Want je hebt uiteindelijk iemand aangereden die op slecht dood was. Ik heb, geen, ik heb geen ogen dicht gedaan. Wauw. En uh, ik zat daar maar alleen uh, in een cel. En ik heb net dat nieuws en dan nog dat andere dingen. Dus het was... Dat waren, dat waren de moeilijkste negen uur uit mijn leven. Het moeilijkste, ik heb, ik heb geen oog dicht gedaan. Heel de hele dag maar eens te nadenken. En op een gegeven moment was het 6 uur in de ochtend en uh, de, de deur werd opengemaakt, zei hij van: je mag naar reis. Ze hebben onderzoek Zo, gedaan gezien dat het niet jouw schuld was. Of? Ja, ze hebben onderzoek gedaan. Maar ja, ze hebben ook getuigen gehoord en dat soort dingen. Maar ja, het was gewoon duidelijk, want er waren zoveel mensen daaraan die lichten. Dus iedereen wil, heeft, heeft wel hetzelfde gezegd, maar daar gaat het niet om. Je hebt het toch gedaan. Precies. Dus wat die mensen ook gaan zeggen, je hebt het, je hebt het nog steeds gedaan. Ja. En, uh, maar dat was nog niet het ergste. Ik zat daar negen uur lang in die cel en ik kon met niemand praten. op dat moment dat ik het juist ik nodig had. Oh. En uh, ik, ben, ik ben daar echt gek geworden. Ik kon met niemand praten. Ik... Dat is echt een heel moeilijk moment en ik kon met niemand praten. Dat vond ik echt erg. En toen je en, en, to, 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 zeg maar. Want, want dan kom je zeg maar uit die cel. wat is het eerste wat je dan doet? Want je hebt negen uur lang met gedachten gezeten: van. Ik heb auto gereden, ik heb iemand aangereden. Die is, Overleden, je, je kan je emotie niet kwijt, je, like, Schreeuw je dan als je eruit komt? Ga je extra lang in de gym? What, nee, jongen, wat... ik, heb, ik, heb, ik, heb ik heb daar echt gehuild in, in die cel. Ik heb daar negen uur lang niks anders gedaan. En op een gegeven moment ging die, ging die deur open en, en... waar ik gewoon zo snel mogelijk bij mijn ouders zijn. Zo snel mogelijk bij mijn ouders zijn. En, en die, die politiebureau was nog eens een half uur uh, verder uh, waar mijn ouders woonden. Uh, ik had geen telefoon, ik had helemaal niks op zak en ik moest helemaal om de reis gaan rennen ja. in de ochtend om zes uur. Het wow. is dus echt gekke werk die dag. En uh, op een gegeven moment kwam ik thuis en kon ik eindelijk met mijn ouders gewoon daarover gaan praten. Want ik heb, ik heb niks anders, ik heb geen hulp gekregen, niks. Wat ik echt heel raar vind tot de dag van vandaag. Ik snap nog steeds niet waarom ik dat niet heb gekregen. Ja. Maar goed, mijn ouders waren er wel voor mij, mijn, mijn familie was er voor mij. Maar uiteindelijk, kijk, uiteindelijk als je gaat slapen, ben je alleen. Ja. En gaat alles wat je hebt meegemaakt, komt terug in je hoofd. Ja. Ga je terug gaan denken over alles. En uh, dus ik heb wel heel vaak mensen die dat zeggen van... ...ja, je kan er gewoon niks aan doen. Het is, het is gebeurd en hij negeert het rood licht. Het kan allemaal wel best zijn. Ik heb het gedaan. En ik moet daarmee kunnen leven. Dat, dat is het moeilijke daaraan. Dus is het is een Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van... ...ja, het was niet jouw schuld. Maar wat je, wat jij, ik snap ook wat jij bedoelt van... ...het was wel jouw auto die die persoon raakte. Dus jij moet leven met het gevolg van wat er is gebeurd. Ook al... Stak die persoon over, of whatever. Uiteindelijk is het iets wat bij jou blijft plakken. Maar heb je het nu wel, want wanneer was dit? 2012? 2012 ook. Heb je, heb je nu wel, zeg maar, zes jaar later, een betere plekken? Heb je met mensen erover kunnen spreken? Je hebt het, je hebt het nooit, Ik wist het verhaal echt niet, hè? Dus heb nee, je het ook. Ik, ik heb er wel met mensen over gepraat, vooral met mijn ouders en met mijn familie, want er zijn, er zijn meestal wat mensen die het echt. die, ook, die, ook, die het ook echt meevoelen. Ja. En. Uh, ik heb met heel veel mensen gepraat, maar uiteindelijk, uiteindelijk moet je het zelf kunnen verwerken en zelf een plek kunnen geven. Oh. Maar, maar soms heb ik in mijn hoofd. Dat ik, ik wil soms geen plek geven. Want Waarom? Het, het is een beetje te makkelijk om, om iets een plek te geven dat je hebt gedaan. Ik kon er gewoon mee kunnen leven. Ja, ik heb het gewoon gedaan. En als ik eraan moet denken, elke dag voordat ik ga slapen, dan ga ik dat maar doen. Doe je dat nog steeds? Af en toe doe ik dat wel, ja. Zijn deze dingen? Want op een gegeven moment um, ging je dus uh, ging het gevecht aan, dan heb je, uh, je hebt meegedaan in het toernooi wat je wilde doen. Um, vervolgens uh, onderging je een ingreep, toen werd je weer gezond verklaard. En toen voor de tweede keer werd je weer ziek verklaard. Dus hoe lang was die periode? Was het weer na anderhalf jaar of twee jaar of nou, zo? Ik denk twee, ja, twee jaar om precies te zijn. Twee jaar, twee jaar, ja, twee jaar. Dus dan ben je er vanaf en dan denk je, yes! Good. En dan ga je weer trainen. En is het tijdens een training dat je er weer achter komt? Of? Nee, Op gegeven, ja, het, het, het was zeg maar, lang terecht. Zeg maar, uh, Na ingreep, uh, terug in de gym gaan, uh, weer gaan vechten, zal wel niet zo goed gaan, omdat ik nog niet gewend was om. Ik, mijn, mijn lichaam was gewoon anders geworden. Dat, dat was wel heel erg. Ik moest, ik moest mijn lichaam terug leren kennen. Na die ingreep. Na die ingreep Naar... moest ik ja. echt mijn lichaam leren kennen en, en, en uh, toen moest ik nog ook een, een kuur ondergaan. Zeg maar, uh, een radioactieve kuur ja. van een week. En Dat deed ik de drie weken voordat ik tegen Peter Aars moest gaan vechten. dacht ik van ik, ga, ik kan het wel aan, ik ga het wel even snel gaan doen en daarna ga ik wel gaan vechten. Dat moest ik eigenlijk nooit doen, maar ik was zo koppig op dat moment, ik dacht van ik ga het gewoon doen. Ja. Uiteindelijk niet goed gekomen, die wedstrijd verloren maar het is nog het minste en toen, moest ik echt, toen was ik echt bezig met mijn lichaam, ontdekken hoe reageer ik terug op mijn trainingen en dat soort dingen. Ja. En dat was wel moeilijk. En ja, zoals je net zei, twee jaar, twee jaar daarna, ik was er nog niet. Ik was nog, zeg maar, nog niet om het zo te noemen. Ja. Dat kan men pas zeggen na vijf, zes jaar kan men dat pas zeggen. Maar ja. ik was wel twee jaar gewoon, gewoon lekker stabiel, mijn resultaten waren gewoon goed. En na die twee jaar hoorde ik weer en die nieuws kwam. Die nieuws was nog erger dan de eerste nieuws. Ja, dat was ja, meer van. Ja, zeker. Ik weet niet ik heb met de zomerperiode, maar dan krijg ik meestal altijd slecht nieuws. Ja. Dus het was, weer, het was weer een zomerperiode en uh, mijn ouders waren in Marokko, ik bleef, uh, ik bleef, ik bleef, ik bleef, ik bleef in België. En, uh, maar ik viel op, een, op een moment viel ik echt heel veel af. Ik viel in een maand bijna 15 kilo af. Ja. Terwijl ik gewoon mijn voeding netjes doe en alles gewoon netjes doe, viel ik toch gewoon af en dat vond ik heel vreemd. Als ze naar het ziekenhuis gaan, uh, mijn bloed laten doen en al dat soort dingen. Uh, werd ik weer opgebeld in de ochtend. Kom maar naar het ziekenhuis. En toen dacht ik, shit, niet weer, niet weer, niet weer. En toen dacht ik van zeg gewoon alsjeblieft, mijn resultaten zijn gewoon niet oké okay en daar kan ik nog mee leven, maar... ...ik kan niet nog zoiets gaan, gaan verwerken, dat gaat gewoon niet. En... Uh, ...kwam ik daar binnen, zei die man, uh, hetzelfde man die de eerste keer tegen mij zei dan... ...zei die gewoon tegen mij van... Het nieuws is eigenlijk nog, nog erger dan daarvoor. Het is, het is uitgezaaid. Wauw. zei tegen me, je, moet, je moet sowieso morgen terugkomen. Want het is, het is een, zeg maar een spoedoperatie. Je moet gewoon je moet morgen terugkomen. gaan we gelijk de ingreep doen. En gaan we weer alles schoonmaken wat daarin zit. Wat we kunnen zien met het blote oog. Ja. En uh, ja, dat, moet je gewoon, dat, moet, dat moet je sowieso doen. Dus ik weer naar reis gaan. Helemaal alleen thuis. Dat is weer alleen? Ja, alleen thuis. Mijn ouders in Marokko, mijn familie in Marokko en uh, het was toch al vijf, zes uur s'avonds. Ik dacht ik ga mijn familie er niet mee lastigvallen. Ik ga het ja. gewoon lekker laten doen. Uh, ik ben hier toch alleen. Ik ken het wel aan en uh, dat heb ik dus gewoon gedaan en uh, probeer zo snel mogelijk te gaan slapen. Het niet eens lukte. Gewoon half slapen, terug worden, slapen, wakker worden. Volgende ochtend naar het ziekenhuis, ingreep en uh, zeg maar een dagje daar gebleven. Mijn ouders wisten nog steeds van niks. Ik dus heb ook gelijk gedaan. Ja, just. ik heb wel de ingreep gedaan. Ik moest die ingreep gelijk ja. doen. En ik uh, heb ja, gewoon ingreep gedaan. En, uh, uiteindelijk hebben de artsen nog gezegd van ja, komen ze jou zo halen. Toen, toen, toen ging ik gewoon liggen. Ja, ze komen me zo halen. Mijn ouders komen me zo halen. Maar ja, mijn ouders waren gewoon in Marokko. En zeg maar na de ingreep, en dag na de ingreep heb ik wel mijn ouders gebeld. Ik oh. zei van ja, ik, ik kom wel net van het ziekenhuis, ze hebben wel een kleine ingreep gedaan. Maar het is niet echt. Uh, Echt wat. Goed. Gewoon een kleine ingreep. Dus Toen mijn ouders van oh, oké, okay, is goed. Geen enkel probleem. Uh, ik hoop dat alles goed gaat met jou, maar ik heb, niet, ik heb ze niet eigenlijk de waarheid verteld. Was ik heb wel, later vast? Ja, ik heb, ik heb ze wel verteld dat ik een ingreep had gedaan, want ik had hier een hele, een hele pleister weer bij mijn hals. Want ik dacht van als ze gaan terugkomen, gaan ze waarschijnlijk wel schrikken of dat soort dingen. Dus ik heb wel gezegd van ik heb wel een ingreep gedaan, maar... Het, niks boeiends of zo. Waarom deed je dat? Ja, gewoon om hun toch niet... Gewoon om, om rust niet te verpesten, om mijn vakantie niet te verpesten, snap je? Mijn ouders dan gewoon... Ze zijn op leeftijd en ik wil ze niet uh, hun, hun enige rust gaan afpakken wanneer ze daar in, in Marokko zijn. Ik Denk van doe ik wel als ze wel terug zijn, maar toch niet. Het gaat toch niet veel veranderen aan de situatie. de denk. Bij de ik wel met ze kan praten daarover. Ik, ik vraag altijd aan mijn gasten om, om persoonlijke dingen mee te nemen. Wat, wat veel voor ze betekent. Uh, Daar gaan we zometeen uh, naar checken. Uh, dan wil ik even checken wat zeg maar, dit allemaal is. It's your boy van de A.K.A. Mr. Nando Leaks. Met de one and only Jamal Bensadik. Keep it hard, keep it bang. Zometeen speciale vibes, speciale dingen. RUH! <laughs> Rando Leaks Podcast. What up, je boy Fernando, a.k.a. Mr. Nando Leaks. Ik denk, ik heb een prijs gewonnen. I wish. Maar uh, ik heb een hele bijzondere gast. En uh, zoals je hebt kunnen zien, hij is nog steeds in de beelden. Jamal Benzen, ik. Jamal, ik heb je gevraagd om wat spullen mee te nemen. die veel voor jou betekenen. Wat uh, is dit? Wat is, uh, is het verhaal hierachter? Dit is zeg maar de eerste prijs die, dat ik, die dat ik heb gewonnen. Als, uh, als professional. Maar Het gaat niet zeer om die prijs. Het gaat zeg maar. toen ik hem daar vasthield in, uh, in Tokio, had ik hem daar vast. We hadden er zoveel mensen blij. De ja. hele familie was blij, al mijn vrienden waren blij. Maar meer dan meer de helft wist niet eens waarom dat ik die prijs in handen had. Want het is eigenlijk het verhaal achter En het is eigenlijk wat ik heb meegemaakt van mijn ziekte: wist niemand nog niet. Ja. Uh, van het auto-ongeluk: wist de helft nog niet buiten mijn familie. En uh, daarom, eigenlijk die, daarom heb ik eigenlijk die prijs meegenomen. en er zit daar wel een heel verhaal achter. Omdat, ik die, voorbereiding, omdat die voorbereiding ook zo moeilijk was voor mij. Ja, echt iets dat ik niet kan wegdoen. En. Uh, als, ik kijk, als ik daarnaar terugkijk, komt wel alles terug naar boven. En de eerste keer dat ik het ziekte, over dat ziekte hoorde, en. Uh, en over dat auto-ongeluk. Uh, dus het moment dat ik daar was in Tokio, waren er zoveel mensen blij. maar ze, ze wisten nog niet eens de nieuws, zeg maar, die ik hier nog elke keer vertelde dat ik ziek was. Ja. Dat is het belangrijkste. Maar had je het moment dat je, zeg maar. Dit een ontvangstnaam... ergens wel kunnen genieten van de overwinning. Dat je dus, je hebt het allemaal meegemaakt en het is nog steeds aan het proces in je hoofd, maar je hebt één van je doelen heb je behaald. Je bent zeg maar, naar Japan gegaan, je hebt geknokt en je hebt dit. Zeg maar, voelde het ergens wel van: ik heb gedeeltelijk gewonnen. Kon je ergens blij zijn? Eerlijk gezegd, nee, ik werd, ik werd derde op dat toernooi. Iets wat, wat veel niet hadden verwacht. En, maar ik was niet echt blij. Ik kan het ook terugzien in, in, in die filmpjes van toen. Scheidscheid deed mijn hand omhoog deed ik dacht van oké, okay, is goed. Uh, op naar de volgende wedstrijd. En waarom was je niet blij? Ook omdat ik, ook omdat ik uh, wist wat ik allemaal gewoon had en wat mij nog te, te wachten staat. Dus ik was in mijn hoofd al halverwege terug in, in België bij de ingreep en dat soort dingen. Want ik, weet, ik wist gewoon van als ik nu terug ga naar België, moet ik gewoon onder het mis voor de eerste keer. Ja. En dat, dat speelde ook in mijn hoofd. Tijdens de wedstrijd zelfs mee. Dus, uh, dus tijdens de wedstrijd denk ik aan heel veel dingen. Niet, alleen, ja. niet, 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 niet eens alleen aan kickboxen. Dus er komt zoveel meer bij kijken dan alleen dat. Dus dat is ook de reden denk, waarom dat ik niet uh, blij was. En uh, mijn ouders, mijn ouders hadden ook gelijk. Door, toen, ik, toen ik hun sprak toen ik in, uh, in, in Tokio was, wisten ze, dat, wisten, ze dat er niet, wisten ze dat er iets niet oké okay was met mij. Dat ze van, je hebt toch gewoon je hebt het goed gedaan, je hebt het derde gewoon uh, die, die verslaan en die, die verslaan. Toen zei ik, ja, ja is goed, ik ben morgen terug, dan, uh, dan gaan we wel praten. Ja, en toen? toen... En toen, toen ik terugkwam, toen heb ik het ze verteld. Ze waren wel heel boos op mij. Ja, was ze dachten uh, waar de hel ga jij... Ja, van je hebt, je, hebt het, je hebt het bijna vier maanden verzwegen voor ons, niet eens vier dagen of vier weken, maar vier maanden. Dat lijkt me heel moeilijk. En je kwam hier, je, je liep hier binnen buiten, je, je praatte over alles, alleen over dat niet. En zelfs uh, in je moeilijkste moment, bij dat auto-ongeluk, zelfs, zelfs over dat ging je niet gaan praten, over die ziekte. Dus je hebt vier, vier maanden gewoon je ziekte verzwegen van ons. Toen zei ik van ja, als ik, als ik, als ik dat vertel, uh, hadden jullie me nooit naar het toernooi laten gaan. En dat is zeg maar een kinderdroom voor mij die dat is uitgekomen. Ja. En dat is ook de reden waarom ik dat niet dat verteld. Wauw. En, en heb je nog meer kinderdromen wat betreft kickboksen? Kampioen worden, buiten dat. Uh, Kindermensen, ja. Trouwen? Ja. Vrouw vinden? Trouwen ja, gaan kinderen? <laughs> Dat we gaan, <laughs> ja, gaan we regelen. Dat moeten we regelen. Dat gaan we regelen. Gewoon een nieuw spel. Op zoek ja, op naar zoek. de liefde van Jumal Ben toch? Ja, maar uh, uiteindelijk snap je, kickboxing is niet, zeg maar, je kan je niet tot je 50 blijven doen. Het stopt op een gegeven moment wel. Dan ja. moet je gewoon verder kunnen gaan. En je hebt nog iets meegenomen. Wat is dit? Dat is zeg maar de enige keer wanneer ik uh, kampioen ben geworden. Dat is. Pff, 19 mei nee, 2002, Pff, 16 jaar terug. En is de, de, de Puma Gym Nederlands kampioen. Toen was ik Nederlands kampioen geworden op mijn 12 jaar. Oh, vet. Het was mijn eerste titel, mijn, mijn eerste en mijn laatste titel. Jij zei, je laatste titel. Dus <laughs> <laughs> is die honger die ik zie in die regens, maar je denkt dat deze, denk je, ik, ik, denk van, moet... Dit, ik moet. Dit moet nog een vervolg hebben, dit. Ja. Dit kan daar niet stoppen. Ik, dit kan sowieso daar niet stoppen. Ik was daar toen 12 jaar, ik woonde al zo makkelijk. Ja. Ik kan daar nooit stoppen. Ik moet nog die andere titel halen. Moet kost wat kost. Maar, maar zijn. Ik, ik, ik denk. Ik denk, ik denk wat, wat, wat bij jou is waarom ik denk. Zeg maar, dat je die titel nog niet hebt. is omdat je. Zeg maar, eerst een, een ander pad hebt moeten bewandelen. En, want ik denk dat iedereen. Zeg maar, in zijn leven een bepaalde pad krijgt. Weet je je krijgt van. van God krijg je een kaart. een landkaart. En landkaart is jouw leven. Dus iedereen heeft de eigen navigatie. Die gaat zo. De ene gaat zo. De ene gaat in één keer zo. Sommige mensen moeten volgens mij een bepaald pad bewandelen. Voordat ze uiteindelijk uiteindelijke doel- en hoofdprijs krijgen. Voor jou is misschien een van de hoofdprijzen, is, zeg maar, die titel. Maar jij, jij moest op een gegeven moment dit pad. Zeg maar, dat is wat ik een beetje aanvoel. Ik weet ja. hoe jij erin staat. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt. Dat is 2002, de laatste keer. Ja, als, je ook... als ik dan naar kijk, word ik gewoon boos: zo lang geen titel gepakt. Dat is, dat is niet normaal. Ja. Maar het is zeg maar leuk ik was toen 12 jaar, en dat is zeg maar de eerste titel die je in de licht mag halen. Het ja. was wel een leuk moment voor mij als 12 jaar. Dat was echt heel leuk. Maar zoals ik ook net zei van iedereen moet een ander pad bewandelen. Het is gewoon zo. Niemand bewandelt elkaars pad. Of hetzelfde pad. Iedereen moet wat anders gaan doen. Ja. En dat heb ik ook moeten doen. Ik ben ook een ander pad gaan moeten bewandelen. En een beetje met een omweg. Maar ik weet, dat ik, ik weet wel dat ik daar ga komen. Want, ik, want voel je dat ook? Voel je ook, zeg maar. nu dat je alles zeg maar, uh, achter je zo hebt kunnen laten. En, zeg maar, want je bent weer gewoon gezond. Gewoon nog steeds. Inshallah. Uh, uh, en, 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 en heb je nu wat gevoel van dat je nu klaar bent. voor die ultimate goal, voor die titel? Heb je, wat, hoe ik je heb gezien laatst. zeg maar. Ik zie, ik zie, ik zag dat in hem. Dus die Jamal die ik in die ring zag. Ik zag... Een, hij, is, hij is die kampioen. Hij is... Hij, ik, ik geloof... Ik, ik heb een aparte gedachten, heb ik soms. Maar ik, ik heb zo'n theorie dat ik aan iemand kan zien... als ze die honger hebben. Ik weet nog dat ik jaren geleden... Uh, toen ik Rico voor het eerst zeg maar, op de radio... Toen zag ik een honger in zijn ogen. Ik heb Bader ook zeg maar, in de studio. En Melvin. Er zijn bepaalde mensen die hebben een, een look in hun ogen... en dat is die vastberadenheid. Je hebt talent, maar je hebt ook een soort honger... die je nodig hebt om... Net iets verder te willen gaan dan je tegenstander. En als ik nu naar jou kijk, dan zie ik zeg maar dat het allemaal nu samen is gekomen. Dat je nu volgens mij ons gaat verbazen. Ik weet het niet, het is een gevoel wat ik heb. Ik hoop dat ja, het gevoel heeft wel. Ja. Ik heb zo, geen glazen bol. Zo, zo, zo denk je in ieder geval ook daarover. Ja. Want uh, uh, mijn ik, ik, ik kreeg trouwens net een week voor de wedstrijd, toen ik tegen uh, Marshall moest vechten, kreeg ik uh, uiteindelijk mijn resultaten. En die waren nog nooit zo goed geweest de afgelopen zes jaar. En het was ook weer voor mij zeg maar, een stapje meer. Ik had, al, ik had al de helft van de wedstrijd gewonnen toen ik die uitslag hoorde van, van mijn bloed en van alles. Toen zei die arts van, jouw resultaten zijn nog nooit zo goed geweest de afgelopen zes jaar. Het was gewoon super wow. voor mij. En uh, nog meer motivatie om weer die wedstrijd te winnen. En nog meer honger te krijgen omdat ik, gewoon, zeg, omdat ik niet alleen maar voelde dat ik, dat ik fit was, maar de artsen zeiden ook van, alles ziet goed, jouw resultaten zijn super goed. Je nog nooit zo goed geweest. Ja. Dus dat was zo'n boost voor mij. En dat liet ik ook wel zien in de wedstrijd. Maar buiten dat, de even terugkomen op die wedstrijd tegen Rico. En uh, deed ik ook daar mijn bloedtesten. Kreeg mijn, mijn bloedtest van mijn arts. Zei ik tegen die arts... Uh, vertel me even niks, want ik moet uh, volgende week uh, voor, voor de wereldtitel. Oh, je, oh, je het, op het op weten? Ik zei, vertel me even niks. Want uh, ik, ik wou het niet aanhoren. Zei, je hebt toch een wereldtitelgewicht. Er komt weer extra druk meekijken en dat soort dingen. Ze zei, vertel me niks. Uh, want ik kon niks zeg maar, negatiefs horen. En uiteindelijk... Ik denk dat ik liever naar die arts moest gaan luisteren, want mijn resultaten waren echt heel, heel, heel slecht. Zeg maar, een week voor de wedstrijd waren mijn resultaten echt slecht. Maar buiten dat, ik voelde, ik voelde mijzelf gewoon topfit. Ik was echt fit en sterk, ik voelde mijzelf echt sterk. Maar, maar, res maar je resultaten, toen je in 2017 Rico Rigo Ja. Toen waren die resultaten, weet je resultaten weer niet goed? Ja, toen, toen waren ze in ieder geval niet zoals, zoals het hoort te zijn. Ah. Maar, dat, ik, zeg maar dat, hoorde, dat hoorde ik pas achteraf, omdat ik dat niet zeg maar, een week voor de wedstrijd wou aanhoren. Maar los van dat, ik voelde met die wedstrijd echt super sterk. En zoals ik al net zei, van, ik stapte gewoon die ring in om die titel te winnen. Ja. Dus los van of dat ik nou heb verloren heb, heeft het gewoon goed gedaan, ja. in die wedstrijd, maar er komt nog zeker een vervolg. Ja. Maar uh, mijn resultaten waren ook niet goed in die wedstrijd. Ja. En dat wist ik pas achteraf. Toen dacht ik van shit, moest ik liever les naar de arts, maar ja, ik kon toch niet afzeggen. Één week van tevoren. Nou, het is zo gebeurd, het is zo gegaan. Ik ben blij dat ik die ring ben ingestapt en dat ik zoveel mensen. Waarvoor je geld hebt gegeven, dat vond ik gewoon weer Maar Maar betekende super... dat je zeg maar, conditioneel eigenlijk niet uh, vanuit de resultaten niet, niet zeg maar, 100% Jamal was? Ik, ik moet altijd een stapje, een stapje minder doen dan, dan andere, alle andere vechters. Kijk, ik, heb uh -huh. een, ik heb een gezondheidsprobleem en die moet ik gewoon, daar moet ik gewoon mee, mee kunnen leven. Uh -huh. en dat is, zeg maar, die andere vechters hebben een stapje, een stapje voor. Maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik al ga opgeven voor het, uh, voor het de beljes gaan, ik blijf gewoon strijden, ik blijf gewoon vechten. Ik, als ik me gewoon fit voel en sterk voel, is dus iedereen gewoon gelijk daar denk ik niet in, Ja, maar ik, ik denk dat ik daar ook heel veel bewondering voor heb. En met Real Talk probeer ik altijd mensen uh, te leren kennen. Maar ik wil ook dat de kijker, zeg maar, uh, iets meeneemt uit het gesprek. Weet je, ik bedoel, de een heeft bijvoorbeeld iets met het vechten van jou. en dan heeft bijvoorbeeld iets met hoe je bent naar mensen toe. En ik hoop dat mensen na het interview. Van Real Talk denk van ja, maar deze kill is echt een strijder. Los van dat hij in een ring strijdt. Want ik weet niet of heel veel mensen begrijpen dat zeg maar het ziekte al alleen. Weet je, ik heb mijn, mijn, uh, mijn ex-schoonmoeder ook verloren, zeg maar, aan, aan, aan kanker. En uh, toen ik haar zeg maar daar zo zag liggen, dacht ik: wauw, ze is gewoon weg. Ze is gewoon weg. En ik kan me eens dus voorstellen dat als je bijvoorbeeld zo'n nieuws hoort dat. Je kunt die. Dat je op een gegeven moment geconfronteerd wordt met een gevecht. waar de meeste mensen niet eens als winnaar eruit komen. Want soms zeggen mensen: Je hebt kanker overwonnen. Dat is ook een hele gekke uitspraak. Want het is, je zou eigenlijk kunnen zeggen: Ik heb hem tijdelijk laten slapen. En dan laten we hopen dat hij voor altijd gewoon slaapt. Bij wijze van spreken. Dus. sowieso mijn respect naar jou toe is hoe jij dus twee gevechten elke keer battelt. Dus de ene keer denk je van: Oké, okay, resultaten. Please, gewoon, inshallah, gewoon goed. Good. En daarna heb je ook nog je tegenstander. Ja, pff, kijk, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb meer moeilijkheden met, met, met de weg van de parking naar het ziekenhuis gaan lopen... ...om mijn resultaat te gaan halen, dan de weg van, uh, van de kleedkamer naar de ring. Ja. Dat is voor mij niet, uh, niet, zo, niet zo stressend of zo. Ja. Ik, heb meer, ik heb meer moeilijkheden om, om naar het ziekenhuis te lopen om mijn resultaat te gaan ophalen. Ja. Het, 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 het is een wedstrijd op zich. Ik denk van shit, ik moet, ik moet weer. even uh, moet ik de resultaten gaan aanzien, aanhoren, wat die, uh, wat die dokter zegt? Dat vind ik het moeilijke daaraan. Ja. Maar naar de ring lopen en gaan vechten, dat is gewoon mijn werk. Dat doe ik elke dag in de sportschool. Dat is gewoon wat ik leuk vind, wat ik kan en. en waar ik de mensen mee blij, blij maak. Oké okay, man. Dat is de volgende wedstrijd die we moeten checken. Zijn er uh... nog wedstrijden die we moeten gaan? Binnenkort is er, is er wat groots in Rotterdam sowieso. Oh. Ik kan nog niet zoveel uh, erover kwijt. Maar ja. ik hoop eind dit jaar komt er echt een... Ik denk, ik denk wel de grootste event van het jaar. Zeiden ze het over september al. Maar het uh, is en... helemaal niet het grootste event. Ja. Buiten als mensen Rico uh, tegen Guto als grootste event willen zien. Amsterdam Arena is een mooie locatie en dat was wel het, het mooiste daaraan. Maar het, het grootste event moet er nog aankomen en dat hoop, dat hoop ik dat dat in december is in Rotterdam. Oké, okay, en daar ben jij sowieso bij? Zoals het nu naar uitziet, dan wel, ja. En dat wordt echt een. Uh... Dus je gaat tegen iemand vechten, je kan nog niet zeggen wie. Er wordt gespeculeerd. Padder, maar dat weten we nog niet zeker. Dus you might fight him. Ja, ik kan daar nog okay. heel veel over kwijt. Ook yeah. om met, met die contracten en alles. die ik, ik. Het is zo dik, die bundel. Ja, ja. Dus ik kan daar nog niet veel over kwijt. Maar het wordt in ieder geval. Denk wel sowieso de grootste event van het jaar. En, uh, okay. en daar komt echt een hele, leuke wedstrijd aan. Je hoort het, man. We keep it hard, keep it banging. Exclusive. Je hebt uh, Jamal Benson die ik op een andere manier mee kunnen krijgen. Er gaat sowieso nog meer interviews met deze man komen. Ik beloof je. Ik ga gewoon een nieuwe serie van Real Talk opzetten. <laughs> waar ik gewoon met kickboxers gewoon allemaal toffe dingen doe. Maar ik wilde gewoon dat. Jij thuis, jullie thuis. Denken van, yo, dit is die man. Uh, blijf die shit volgen. Abonneer het, like het. Support deze man. Check hem. En uh, keep the past in the vibes. It's all love. Keep it hot, keep it bang. It's your boy. Ra! Rando Leak's podcast. Real talk. Yeah.